Meneer Boekhoorn, wat doet dit met u? Ja, dit is toch geweldig. Ik moet zeggen, ik ben er erg trots op om als Nijmegenaar dit na zoveel jaren weer mee te mogen maken. Ik vind het een eer wordt geweldig. Ja, ik zie u helemaal glunderen. U gooide zojuist ook een replica zo het publiek in. Want dit is voor de NEC natuurlijk een bijzondere dag. Maar nu door richting de Eredivisie. Wat zijn uw verwachtingen? We hebben natuurlijk, we zijn glansrijk kampioen geworden. En ik denk dat we het ongelooflijk goed gedaan hebben. En volgend jaar gaan we gewoon het linkerrijtje uit. En daar bent u op de achtergrond ook weer bij betrokken? Ik heb geen keus. Want NEC, heel even nog meneer Boekhoorn, NEC zit in uw hart. Hè? En daar, dat laat u nooit meer los. Tuurlijk, dit is mij, hier kom ik vandaan. Dit is mijn clubje. En daar zullen we altijd voor zorgen. Goed, dat was Marcel Boekhoorn, de grootste geldschieter van NEC.